Klaar voor? Ja. Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam is Erik Vervuren. Zoals je waarschijnlijk al aan de titel van deze video hebt kunnen zien, gaat het een hele bijzondere worden. Het is vandaag zondag 21 juli 2020, terwijl ik hier een hele rustige snelweg oprijd. Dat is dan weer het voordeel van de coronacrisis. Daar kom ik zo nog wel op. Het is vandaag dus Vaderdag. En daarom gaan we ook gewoon iets heel erg bijzonders doen. De afgelopen tijd is gewoon weer duidelijk geworden hoe erg je moet genieten van elk moment. Want we zeggen dat natuurlijk altijd wel tegen onszelf, dat je maximaal eruit moet halen en dat je probeert iedere dag zo hard mogelijk te genieten. Maar om een of andere reden komt het alleen nog maar harder binnen op het moment dat er iets negatiefs in je leven is. Zoals dus ook die coronacrisis. Ik heb mijn ouders 3 maanden ook niet gezien. Ook gewoon inderdaad om gewoon veilig mee om te gaan. En inmiddels mag het natuurlijk alweer een beetje meer. Maar goed, ik heb nog wel het geluk dat ik mijn beide ouders heb. En dat vind ik ook iets wat vandaag de dag, ja, bijna niet meer zeker is, zeg maar. Niet vanwege hun, maar eerder, je hoort altijd weer zoveel horrorverhalen om je heen. Dat je maar weer beseft van, nou, ik mag wel weer echt van geluk spreken. En juist om dat soort momentjes maar even te waarderen en juist ook te vieren, heb ik besloten om de Vaderdag van 2020 ook even iets bijzonderder te maken. De disco laten we even hier achter, want je ziet het al, er staat er mooi naast. De Ferrari FF. Nou, hoor ik je denken, ja, maar die is toch al geïntroduceerd in 2011. Ja, op zich inderdaad is het al een vrij aardige Ferrari op leeftijd. Er staat ook namelijk een 458 naast. Dat is een V8 en ik wilde per se een keertje in een V12 rijden. Simpelweg omdat ik heb het geluk gehad om samen met mijn vader al aardig wat leuke ritjes te maken in verschillende soorten auto's. En één ding was er nog nooit van gekomen en dat is V12. Dus ik spring lekker in de auto, ik ga hem ophalen. Hij weet niet dat ik eraan kom. Hij weet niet eens dat ik aan het filmen ben. Hij weet volgens mij niet eens dat Vaderdag is. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat reageren. Kom op, we gaan beginnen. Daar gaan we. Oei, oei, oei. Verkeerszorgen die je hoort. Er zit een Capristo uitlaat ook nog eens een keer onder. En die gaan we zo meteen wel even aanzetten. Eerst eens even rustig van het terrein afkomen. Voordat we er zijn, wil ik je nog een klein verhaaltje vertellen. Want namelijk dankzij mijn ouders heb ik juist dit beroep kunnen doen. Voor degenen die nieuw zijn op dit kanaal, ik ben foto- en videograaf van beroep als freelancer. En dat doe ik nu inmiddels meer dan 10 jaar, voor mij inmiddels bijna 15. En jaren geleden kwam mijn vader ooit met een advertentie voor een stageplaats bij Autovisie, tijdschrift van Telegraaf. Ik zat op dat moment op de fotovakschool en ik had zoiets van, ja, maar ik hoef geen stage te lopen. Maar goed, hij zag het grotere geheel en dat het natuurlijk ook verstandig was om juist extra meters te maken, hè, juist veel praktijkervaring op te doen. Terwijl het een opleiding was van 2 dagen in de week. Nou ja, daar kon ik natuurlijk alleen maar mee eens zijn. En dat is eigenlijk het balletje waar het begon te rollen. En uiteindelijk vond ik het zo erg leuk dat ik wist, ja, oké, hier wil ik echt mee verder. En toen had ik al vrij snel, wilde ik een nieuwe camera, een andere lens en zo. En ik weet nog goed, toen kreeg ik van mijn ouders te leen €4.000. En voordat iedereen in de keyboard duikt en zegt, ja, lekker makkelijk praten, rijke luisgezin zeker. Nee, totaal niet. Mijn vader heeft meer dan 25 jaar op een tankwagen gezeten. Die heeft gevaarlijke stoffen rondgebracht naar ziekenhuizen en fabrieken. En mijn moeder had ook gewoon een normale baan. Voor de rest, die heeft zelfs nog 2 banen op een gegeven moment gehad om zowel mij als mijn broer te kunnen onderhouden. Dat was een heel behoorlijk bedrag om op een gegeven moment te zeggen van, oké, hier heb je €4.000 en dat moest ik dan maar terug gaan verdienen met fotografie. Maar daardoor kon ik wel mijn eerste echte spullen kopen. Nou ja, eigenlijk binnen de kortste keren lukte dat en daardoor kon ik weer doorgroeien. En afgelopen jaar zijn hun dus eindelijk allebei met pensioen gegaan. En daar ben ik echt waanzinnig trots op en ook blij om. Dat ze, mijn vader werkt al vanaf zijn 15e, dat hij nu eindelijk kan gaan genieten en rust nemen samen met mijn moeder.
We hebben ook het nodige meegemaakt in de jaren hiervoor. En nou ja, nu dan ook nog eens een keer de fijne coronacrisis. Dit zou het jaar zijn dat ze er eindelijk samen op uit zouden gaan en leuke dingen zouden gaan doen. En met de caravan gewoon door heel Europa gaan trekken. Nou ja, dat gaat even niet. Natuurlijk, er zijn ergere dingen. Maar ja, ik had wel gehoopt dat ze er gewoon nu lekker er echt van zouden gaan genieten. Dat komt ook nog wel. En dan gaan we eens even lekker samen genieten in een Ferrari met een V12. Terwijl ik ingehaald word door een Fiat 500. Maar goed, dat is het. Heb je druk vandaag? Nee, niet nee. Echt. Nee. Ja, ik denk we nemen eens een keer een V12 Ferrari. Ik heb hem niet gekocht hoor. Nee, voordat je denkt dat het heel goed gaat zeg maar in de business. Het, Nee, maar kon je dat hier een trekhaak aanbieding erbij zat? Nee, ze kon geen trekhaak op. Nee. Tering, niet normaal man. Alle ruimte. Niet zo groot als de Land Rover, maar het scheelt niet veel. Het scheelt niet veel. Goedemorgen. Dat is toch wel even iets anders dan de Audi R8 waar we destijds in zaten. Super. Ik vond het jammer dat ik destijds had die cameraatjes op gang, maar nog niet aangezet. Toen had ik die launch control gedaan. Jouw eerste reactie was toen echt, nou ja, eigenlijk hetgeen wat ik had moeten opnemen. Ja. Die zag je niet echt aankomen. Nee, ik denk dat het zal wel. Zal wel meevallen. Ja. Als je dat helemaal niet hoort, die wel eigenlijk dezelfde cijfers haalt, als je zo'n insane button hebt, ja, dan moet het toch helemaal. Dit is toch mooi, dit is met geluid. Ja, dat vond ik ook. Ik ben ook blij dat ik voor een Ferrari heb gekozen voor een Tesla. Nee, maar dat is toch een hele rare beleving, ja. Nu bouw je ergens naartoe. De beloning zit bovenin. Ja. Bij 9000 en dan trek je de flipper en dan moet je nog een keer, dan gaat hij weer tot 9000. Ja, en dat blijft dan maar doorgaan en doorgaan en doorgaan, want dat is wel fantastisch met dat soort type motoren. Nog een keertje dan? Vrij dan maar. Even je raampje open doen? Ja. Zo. Klaar voor? Ja. Dit is niet zomaar een parkeerplaats. Wij hebben hier eerder gestaan. Dit is Memory Lane. Dit is Memory Lane. 15, 20 jaar geleden, als het niet langer is. Nou ja, 15 of zo. Nee, even kijken. Ik had die Lance, die had ik in 2010 heb ik toegekocht. Onder het dwingende advies van jou toen. Van neem eens wat sportiever. En nou, was een knijtenblauwe Mitsubishi Lancer. Ja, klopt. En toen had jij voor de eerste keer een camera gekocht om mee te filmen. Alles dan foto. Ja. En toen zijn we hier naartoe gereden en heb ik hier een flitsend rondje gereden. Dat was onze eerste productie. Ja. Toen ging hij inderdaad in zijn Lancer rondjes rijden. En toen moest hij van mij presentatieteksten opnemen. Testen, dingen zeggen. En daar begon het eigenlijk allemaal mee. Dus het cirkeltje is weer rond. Ja.
binnen doorweggetje even een stukje snelweg. Ja. Ja? Jou daarin? Nee. Jou daarin? Nee. Klaar voor? Ja. Dat was het. Ja, was heel lekker. Heel mooi. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Toch eentje niet te vergeten. Nee, absoluut niet. Nou, ga lekker naar huis. En dan gaan we zo weer verder in de Ferrari. Goed. Dan gaan we weer. Zo, het was al een hele bijzondere, mooie ervaring, middag. Eentje waar ik echt wel heel vaak aan ga terugdenken. Ik moest toevallig van de week eraan denken tijdens het begin van de uitbraak van de hele corona ellende. Hadden we op een gegeven moment de fotoboeken van vroeger erbij gepakt. En misschien doen jouw ouders wel hetzelfde. Die hebben dan ooit foto's vroeger gemaakt en dan lieten ze die ontwikkelen. En die werd dan mooi in een fotoboek geplakt. En daar stonden dan altijd van die briljante tekstjes bij met... Als je bijvoorbeeld in een Center Parks huisje was geweest, dan stond daar... We verbleven in nummertje 18. Of een foto bij een restaurant. We hebben hier heerlijk gegeten. Allemaal van die waanzinnige quotes, zeg maar, waarop je nu 20, 30 jaar later, als je zelfs zat terug te kijken, dat je denkt, ah ja, ja, dat vertelt echt wat over die vakantie. En dat was ook een beetje mijn gedachte, zeg maar, bij vandaag, met het maken van deze video. Tuurlijk, er kunnen 100 dingen beter, maar het ging gewoon simpelweg om de ervaring een keertje te delen met mijn vader, om samen gewoon even in een hele dikke Ferrari met een V12, gewoon even een dagje uit, mooi te rijden, memory lane op te zoeken, dus de plekken waar ik ooit ben begonnen met filmen. En dan, nou ja, vandaar dat de terugrit was ook wat korter, heb ik ook even niet gefilmd. Maar wat ik zeg, hier ga ik nog heel lang van genieten. Zo, dat was hem weer. Autootje staat weer veilig op zijn plaats. Discootje staat ernaast. Daar komen we trouwens binnenkort weer eens wat updates over. Ik heb heel veel Instagram berichten gekregen. En mensen die vroegen van, joh, hoe staat het met die disco? Nou, hij is inmiddels nu ook een jaar in mijn bezit. Dus daar ga ik een update video over maken. Maar ja, hier heb ik genoeg over gezegd. Dit was heel erg bijzonder. Heel erg bedankt voor het kijken. Ram nog even op die abonneerknop. Deel ook even die blauwe duim omhoog. En ik zie jullie heel graag weer in de volgende video. Doei!